Lieve mensen, ik wil u vanuit het prachtige Ravenstein een hele mooie, fijne kerst wensen. En ik weet natuurlijk heel goed dat het dit jaar anders is dan andere jaren. Maar ik vertrouw erop dat u er een vorm voor hebt gevonden. Dat u met die mensen die u heel dierbaar zijn, toch een korte ontmoeting kunt hebben. Dat u een hele kleine kring wel het geluk en de rust vindt om het oude jaar af te schudden. En dat u het licht ziet, het licht van de bomen, het licht van de sterren. En dat het u helpt om verder te kijken van deze moeilijke tijd. Ik wens u een hele bijzondere en een hele warme kerst toe. Welkom bij het kerstverhaal van Dedico. Graag brengen wij een lichtpuntje bij u in de huiskamer met het kerstverhaal. Voorgelezen door Elle Meeges. De zang die wordt verzorgd door Milou de Klein en Irene Pluim. De muziek die u hoort is van Dedico. We wensen u veel luister- en kijkplezier. Lang geleden, in een land hier ver vandaan, woonden twee mensen die veel van elkaar hielden. Ze heetten Jozef en Maria. Jozef was timmerman en Maria werkte in hun huis. Jozef en Maria waren erg gelukkig met elkaar. En ze werden nog gelukkiger toen ze merkten dat ze een kindje zouden krijgen. Ze wisten dat het een bijzonder kind zou zijn. Een kind dat vrede ging brengen aan alle mensen. Dat hadden Jozef en Maria niet zelf bedacht. Een engel had het Maria verteld. Hij kwam als een boodschapper van God. Hij had ook gezegd dat ze het kindje Jezus moesten noemen. Op een dag hoorden Jozef en Maria dat ze naar Bethlehem moesten gaan. Keizer Augustus, de hoogste baas van het land, had dat gezegd. Iedereen moest teruggaan naar de plaats waar hij geboren was. Jozef en Maria moesten daarom naar Bethlehem reizen. Hoe moet dat nou? Dacht Maria. Ik kan zo'n lange reis toch nu niet maken? We moeten de hele weg lopen. Dat is veel te zwaar met zo'n dikke buik. Op een avond zei ze tegen Jozef, wat zou er gebeuren als we gewoon niet gaan? Dan komen we in de gevangenis, zei Jozef met een zucht. Als de keizer zegt dat we moeten gaan, dan moet het. Het is nou helemaal niet anders. Maar ik kan het niet, riep Maria met tranen in haar ogen. Ik ben zo moe. En ons kind kan elk moment geboren worden. Straks gebeurt het zomaar onderweg. En wat moeten we dan doen? Ik bedenk wel iets, zei Jozef troostend. Ga jij maar slapen. Die avond telde Jozef hoeveel geld ze nog hadden. Het was maar weinig. Alleen als ze heel zuinig zouden zijn, konden ze misschien een ezeltje kopen. Dan zou Jozef lopen en kon Maria op het ezeltje zitten. De volgende morgen stond Jozef vroeg op om een ezel te zoeken. Maria pakte ondertussen wat spulletjes in.
Heel veel mensen waren onderweg naar de plaats waar ze geboren waren. Honderdduizenden mensen, met paard en wagen, met ossenkarren, op kamelen, op ezeltjes of gewoon lopend. Na een paar dagen kwamen Jozef en Maria eindelijk in Bethlehem aan. Ze waren doodmoe. Nog even volhouden, Maria, zei Jozef bezorgd. Nog heel even maar. Maria wilde flink zijn en glimlachte naar Jozef. Hij was zo lief voor haar. De hele weg had hij zonder klagen naast haar gelopen. Maar nu voelde Maria dat haar kindje snel geboren zou worden. Ze werd er een beetje bang van. Ik denk dat het gaat gebeuren, Jozef. Wacht, zei Jozef haastig. Daar is een soort hotelletje, een herberg. Ik zal vragen of er een plaats voor ons is. Dan hebben we het warm en kan het kindje veilig komen. Maak je geen zorgen, het komt wel goed. Maar even later kwam Jozef teleurgesteld terug. De herberg zit al vol, zei hij. Maar niet bang zijn hoor. Er zijn nog meer herbergen. Er is vast wel een plek voor ons. Maar waar Jozef ook aanklopte, nergens was een plaats. Niemand wilde hen binnenlaten. Zelfs niet als Jozef vertelde dat Maria elk moment een kindje kon krijgen. Overal gingen de deuren weer dicht. Jozef en Maria werden er wanhopig van. Maria moest haar best doen om niet te gaan huilen. Toen ze een stukje verder waren, wees Jozef voor zich uit. Ik zie daar nog een herberg. Ze gingen er naartoe en klopten aan. Een vriendelijke man deed open. Nee, zei hij. Ik heb geen plaats meer in mijn hotel. Maar een stukje verderop, daar is nog een stal. Misschien kunt u daar slapen, zei Jozef. Jozef bedankte de man. We zullen er gauw naartoe gaan. Het zal er tenminste droog zijn, zei Maria. En in elk geval warmer dan buiten. Biljartvereniging De Plagstoot. Met haar leden uit Os, Berchem, Megen, Haren, Ravenstein, Deurse-Dennenburg, Demedide, Neerlangel, wensen alle namens alle leden u van harte fijne kerstdagen en een gelukkig 2021. Goeiedag. Toneelvereniging in het Flemke wenst iedereen een heel goed en fijne feestdagen, maar vooral een heel gezond 2021, zodat wij weer fijn kunnen vlammen als het weer mogelijk is. Ik wil graag namens de Lijndansclub van Onder de Dam iedereen hele fijne feestdagen wensen en een voorspoedig en gezond 2021. De Handwerkclub bestaat bijna 40 jaar. Het oergezellig handwerken met elkaar. En we zijn iedere woensdagochtend van 9 tot 11:30 hier. Wij wensen in ieder prettige feestdagen en heel veel plezier. Namens Sportclub NZDL wens ik jullie een sportief, maar vooral gezond 2021 toe. Namens Drummond en Lira Korps Dedico wensen we jullie fijne feestdagen toe en een gezond 2021. Namens het bestuur, de vereniging, de raadsleden en alle carnavalsverenigingen wensen wij jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Let op elkaar, zorg voor elkaar, samen maken we er iets moois van.
moet het zijn? Jozef deed de deur van de stal open en keek naar binnen. Achter in de stal stond een oude os. Hij hief zijn kop op toen Jozef binnenstapte. Kom maar, Maria, zei Jozef. Hij maakte een bed van stro en hooi waarin ze kon liggen. Daarna deed hij zijn jas uit die hij over haar heen legde. Toen liep Jozef naar buiten. Daar stond het ezeltje nog. Kom jij ook maar naar binnen, zei Jozef. Je hebt ons zo goed geholpen. Jij zult ook wel moe zijn. Hij zette hem bij de os. De os keek naar het ezeltje. En het ezeltje snuffelde aan de os. Toen begonnen ze allebei rustig te eten van het hooi dat op de grond lag. Jozef ging bij Maria zitten en streelde haar haar. Hij was ontzettend moe. Ineens keek Maria hem aan. Het komt, zei ze. Het kindje komt. In de oude stal werd het kindje geboren. Marieke wikkelde het in een paar doeken. Jozef vulde een voederbak met stro en Maria legde het kindje er voorzichtig in. Zo lag het lekker warm en zacht. Daarna ging Jozef naast Maria zitten. Hij sloeg zijn arm om haar heen. Samen keek ze naar het kleine mensje. Ze hadden tranen van geluk in hun ogen. Zoiets moois hadden ze nog nooit gezien. En ze noemde hun kindje Jezus, zoals de engel het had gezegd. Terwijl Jozef en Maria vol bewondering naar Jezus keken, waren de herders buiten bij hun schapen. Ze moesten goed opletten dat er geen schapen wegliepen en dat er geen wolven in de buurt kwamen. Want ze wilden niet dat een van hun schaapjes werd opgegeten. Opeens stond er een engel naast de kudde. De herders schrokken. Ze hadden nog nooit een engel gezien. Kijk nou, wat is dat? Maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik kom iets moois vertellen. Er is vannacht een kindje geboren. Nu lijkt dat natuurlijk niet zo bijzonder. Maar dit kind is door God beloofd. Iedereen heeft heel lang op hem gewacht. Als hij ouder is, zal hij de mensen helpen. Hij zal hen leren wat vriendschap en liefde is.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Tide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Together, if the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Het was een donkere nacht, tot het opeens licht werd. De herders hoorden een groot koor van engelen. Ze zongen om God te bedanken voor het kindje Jezus dat die nacht geboren was. En de herders keken hun ogen uit. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. In de verte staat een stal. Ga daar eens kijken, zei de engel. De herders lieten hun schaap in de steek en gingen meteen op weg. Ze praten opgewonden door elkaar. Zou er echt een kind geboren zijn? Nou, ik weet het niet hoor. Het is allemaal zo gek. Jozef en Maria zaten met hun kind in de stal. Plotseling hoorden ze stemmen dichterbij komen. Even later ging de deur open. Een paar herders keken nieuwsgierig naar binnen. Toen ze Jezus in de kribbe zagen, liepen ze naar hem toe. Dus toch, mompelden ze, er is een kind geboren. Zou dit dan het kind zijn waarover de engelen zongen? De herders werden helemaal blij van die gedachten. Ze keken nog een tijdje. Toen namen ze afscheid. Ze moesten snel terug naar hun schapen. Jozef en Maria bleven in de stal achter. Allebei dood. Maar heel gelukkig. Toen Maria na een boze slaap viel, ging Jozef naar buiten om water uit de put te halen. Hij keek omhoog naar de hemel, waar duizenden sterren stonden, grote en kleine. Maar recht boven de stal stond de mooiste ster van allemaal. Een grote, heldere ster. Hij was zo mooi dat Jozef er verwonderd naar bleef kijken. Het leek of die ster hem iets te vertellen had. En ineens wist Jozef het zeker. Er was iets bijzonders gebeurd die nacht. Iets heel bijzonders. Hoog aan de hemel straalde nog steeds die prachtige ster. Hij was zo helder dat je hem overal kon zien. Zelfs in alle landen ver weg. In die landen woonden drie wijze mannen. Ze wisten veel van sterren af.
Op een avond keken ze weer naar de hemel. Moet je kijken, riep een van hen. Zie je dat? Wat een bijzondere ster. Toen zagen de anderen hem ook. Weet je wat dat is? Dat is een koningster. Nu weten we dat er ergens een koning geboren is. Is dat echt zo? Ja, dat heb ik eens gelezen. Zullen we die koning eens gaan zoeken? De anderen vonden dat een heel goed idee. Ze gingen meteen aan de slag. Ze maakten hun kamelen klaar voor de reis. En daarna kochten ze wat mooie cadeautjes uit voor de nieuwe koning. Toen ging ze op weg. Boven hen schitterde de ster. Het leek wel of hij de weg wilde wijzen. Ik denk dat we in Jeruzalem moeten zijn, zei een van de mannen. Daar staat het paleis van Herodes, de koning van Israël. Misschien heeft hij ons overgekregen. Na een lange tocht kwamen ze bij het paleis aan. Is hier soms een kindje geboren? Vroegen ze. Hoe kom je daarbij? Zei de soldaat die bij de poort stond. Ik weet van niets. De drie mannen begrepen het niet. Er moet toch een koning geboren zijn? De soldaat haalde onverschillig zijn schouders op. Maar niet hier. Nou ja, dan gaan we maar weer. Teleurgesteld stapten ze op hun kamelen. Wat doen we nu? Zullen we maar teruggaan? Nee, riep een van de mannen. Kijk eens naar de ster, hij beweegt. Verbaasd keken ze naar boven. Langzaam schoof de ster langs de hemel. En zo snel als ze konden, reden de mannen de ster achterna. Boven een kleine stal bij het plaatsje op Bethlehem bleef de ster staan. Zou het hier zijn? Dat kan toch niet? Wat moet een koningskind in een stal? Laten we toch maar gaan kijken. Ze stapten van hun kamelen en liepen naar de stal. Ze deden de deur open en toen zagen ze het pasgeboren kindje. Het lag in een voederbak, een kribbe. De mannen knielden voor de kribbe neer. Ze wisten het alle drie heel zeker deze keer. Dit was het kind dat ze zochten. Het was geen doodgewoon kind, het was een koningskind. Het kind van God. Dat gekomen was om mensen te helpen. De mannen stonden op. Ze feliciteerden Jozef en Maria en gaven de cadeautjes. Wierook, mirre en goud. Daarna gingen ze terug naar hun eigen land. Wat waren ze blij dat ze dit meegemaakt hadden. Stichting Jeugdwerk wenst iedereen in Overendam en met name alle kinderen een hele fijne kerst. We hopen elkaar in 2021 meer te zien met evenementen, activiteiten en leuke feestjes. De vrienden van de Sint-Roggensvereniging wens iedereen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021. In 2021 hopen wij weer onze traditionele roggesviering te houden en processie. We hopen op toeloop van vele pelgrims. De redactie van Nieuwsblad Overendam wenst dat we alle mensen uit Overendam, ondanks dat ons blad in zwart-wit wordt uitgegeven, kleur mogen blijven brengen in 2021. Dit kunnen wij alleen door doen als u ons daarbij helpt. Gelukkig en gezond 2021. Wij als bestuur en beheer van onder de plag wensen u heel fijne feestdagen en we hopen jullie snel weer te mogen ontmoeten in ons huis van ontmoeting en sport. Dank u wel. Proost! Beste mensen, we wensen u een
goed kerstfeest en een voorspoedig 2021 namens het Gilde van Sint-Jan en namens allen die zich inzetten voor het behoud van het ons zo geliefde Sint-Janskerkje. Beste mensen, we wensen jullie namens de oogstgenoten een heel mooi nieuw jaar, vol vertrouwen. En ja, dat de natuur zijn mooie weg vindt in alle planten en dieren. En wees welkom in onze tuin. Namens de werkgroep Kerstviering wensen we iedereen een fijne kerst en een gezond 2021. Namens de buurtochtend willen we jullie allemaal een verlichting, vriendschap en plezier met elkaar wensen en dat je al het goeds voor het nieuwe jaar. Namens het klussenteam van Onder de Plag wens ik jullie alle beste voor de feestdagen en 2021. We wish you a Merry Christmas. We wish